Vandaag is het Pinksteren. En ik ga spreken over de Heilige Geest. En waarschijnlijk had je dat wel verwacht. Dat je dacht vanochtend, ik word wakker, ik ga naar de kerk en we gaan het over Pinksteren hebben. Nou, dat klopt. En vandaag is ook de laatste keer dat we eigenlijk preken in onze prekenserie over verlangen. Verlangen naar God. We hebben het genoemd devotie, verlangen naar God. En we zijn zo een aantal maanden met elkaar bezig geweest. Een aantal maanden hebben we met elkaar eigenlijk opgetrokken in het woord van God en gekeken naar van verlangen. En wij hadden als oudsten, als leiders van tevoren in ons hart dat we heel graag een tijdje over verlangen wilden spreken. Omdat je kan zoveel wensen hebben en je kan zoveel ideeën hebben en je kan zoveel dromen hebben over wat God kan doen in je, door je heen of door de gemeente heen of in ons als groep mensen. Maar voorbij gaan aan waar het om gaat. En dat is God. Dat je eigenlijk ten diepste alles mag vinden in God. Dat je je verlangen mag vinden in Hem. En dat eigenlijk zonder verlangen het misschien heel erg statisch kan worden. Heel erg werken kan worden of heel erg menselijk kan worden. En dat verlangen zo goed is. Nou, en daar wil ik vanochtend eigenlijk over spreken. Voor het laatst. Daar zullen we het ongetwijfeld ook andere keren over spreken. Maar binnen de preekserie voor het laatst. En vanochtend wil ik spreken over verlangen naar God, de Heilige Geest. En eigenlijk kijken naar wat is er gebeurd met Pinksteren. En wat is er gebeurd met Pinksteren? Wat betekent dat voor de gelovigen? Maar ook wat is eigenlijk beloofd voordat dat ging gebeuren? En dat ga ik zo doen. Maar ik kreeg net nog een aanvulling van Mark. En die appte in aanvulling op wat Maurice zei. En dan zegt Mark, als je dat dakraampje openzet, kom ik binnen. En gaan we samen kijken wat nog meer open kan. Ik wijs aan, jij zit open, als je dat wilt. Ik wil heel graag dat jij uit je dak kan gaan. En ergens een mooie aanmoediging die we aansluiten bij deze preek. Een preek over verlangen naar de Heilige Geest. Hem de ruimte geven in je leven. De Heilige Geest de ruimte geven in jouw leven. Nou, en ik wil eigenlijk beginnen om een stukje te lezen uit Jesaja. Jesaja 44. En dat heet Water op het dorstige. En dan staat er, want ik, dat zegt God, zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan water stromen. En de een zal zeggen, ik ben van de Heere. En een ander zal zich noemen met de naam Jacob. En weer een ander zal met zijn hand schrijven van de Heere en de erenaam Israël aannemen. Een geweldige belofte van God. Een geweldige belofte die God deed aan zijn volk. Jaren voordat Pinksteren plaatsvond, in de hele aanloop ernaartoe, toen sprak God dit al uit. En dit is niet de enige profetie, er zijn er meerdere keren dat God spreekt door profeten heen over dat hij zijn geest gaat uitgieten. En de situatie toen was dat het eigenlijk door en droog was. Het leven was door en droog. En het volk, dat zat in ballingschap op het moment dat Jesaja dit uitspreekt. Ze hadden de Heere verlaten, ze hadden eigenlijk niet Gods wil gedaan. En ze waren op een gegeven moment het ergste wat kon gebeuren. Wat God ook had gezegd, als je niet naar mij luistert, dan laat ik je afvoeren en haal ik je weg uit je plek waar je hoort. En ze zaten daarin in ballingschap en dan spreekt Jesaja deze profetie uit. Die mensen die in een soort situatie zaten, dat ze dachten, hey, dit leven is door, dit is droog. Het geestelijk leven was door en droog. En dan spreekt God, maar ik zal water geven. Ik zal het uitgieten, mijn geest. En eigenlijk als je kijkt naar de periode dat Jezus op aarde is, dan zie je dat eigenlijk hetzelfde. Ook dan zie je het volk van God eigenlijk als een droog en door volk. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, Simeon en Anna. Er waren prachtige mensen die eigenlijk vol vuur leefden voor God en eigenlijk een levend geloof hadden. Maar dan zag je eigenlijk best wel droogte en doorheid. En misschien is dat ook wel bij ons. Misschien is dat wel bij jou. Als je naar je eigen leven kijkt, dat je echt denkt, is dit het? Dat je misschien naar binnen kijkt en dat je denkt, ja, ik mis iets. Het is droog of het is door. Dat je het gevoel hebt dat je niet compleet bent. Of dat je denkt, ja, haal ik wel alles uit het leven? Of dat je denkt, ik mis iets. Weet je? En vervolgens kan je dorsten naar alles. Dan kan je proberen om je leven te vullen. Met van alles en nog wat. Dingen die een goed gevoel geven. Tijd die je stopt in zaken. Waardoor je eigenlijk die leegte wil opvullen. En waar je eigenlijk een soort doel of vervulling van je leven wil hebben. Dat je eigenlijk op zoek gaat naar een doelvervulling
in je leven. Maar goed, dat is uiteindelijk niet wat God voor jou heeft. Wat God voor je heeft, is dat je eigenlijk uitstrekt, als je droog, als je door bent, naar wat hij wil geven. En dat is zijn geest. En als water, waarover gesproken wordt in dit beeld, er komt op droge grond, dan zie je dat er ineens heel veel leven uitkomt. En dat zie je natuurlijk ook wel als je kijkt naar de afgelopen jaren. Dan hebben we van die hele droge zomers gehad. En dan had je wel eens dat grasvelden helemaal droog en verdord waren. Dat ze gewoon helemaal geel kleurden. En dan kwam er een regenbui overheen en dan werd het weer groen en werd het weer fris. En dat is wat God hier belooft. Dat hij zijn water wil geven. Dat hij zegt, ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En dat gebeurde met Pinksteren. Op die eerste Pinksterdag zagen we dat gebeuren. Op die eerste Pinksterdag zagen we gebeuren dat God zijn geest gaf. Dat hij eigenlijk leven gaf. Dat hij zijn water uit liet stromen, zijn levend water uit liet stromen over zijn volgelingen. En dan zie je dat er leven ontstaat. Dat op die droge grond iets nieuws gebeurt. Een geweldige belofte hier. Maar we zien op een gegeven moment dat die belofte ook vervuld wordt. En ook in die belofte, die woorden van overvloed. Ik zal gieten. Niet een paar druppeltjes van hier, zo, heb je wat, dan niet meer zeuren. Nee, dat woord van gieten. God wil geven in overvloed. En als jij ook vanochtend hier bent of thuis bent en je denkt van nou, mijn geestelijk leven is droog en door. Het is God die overvloedig wil geven en ook zijn Heilige Geest wil uitstorten over jou. En sinds Pinksteren is dat voor iedereen realiteit geworden. Sinds Pinksteren is het beschikbaar voor iedereen. Hoeven we niet meer te wachten, maar mogen we het gewoon vol verlangen vragen aan God. En als we dan naar de Bijbel kijken, dan zien we dat het ook werkelijkheid werd in Handelingen. En er zijn een aantal versen waar ik gewoon eens doorheen wil lopen, waarin we ook zien dat God zijn eigen belofte, die hij honderden jaren van tevoren had gegeven, gewoon vervult. En dat hij komt met zijn geest in het leven van mensen. En dan lezen we in Handelingen, om te beginnen in het begin, bij Handelingen 1, en daar staat dan, en toen hij met hen samen was, beval hij, dus Jezus, hun, dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. En dan lezen we iets verder in Handelingen 2 en er staat dan, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eengezins bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En dan verklaart Petrus dit ook in zijn toespraak. Dan legt hij ook uit wat hier gebeurt. En dan zie je eigenlijk dat er een verklaring voor is. Aan de ene kant zie je die beloftes aan het begin, zoals we net zeiden. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomeling. En op een gegeven moment verklaart Petrus en zegt hij, en het zal in de laatste dagen zijn, zegt God. Dan zal ik uitstorten van mijn geest op alle vlees. Of, zoals een andere vertaling zegt, aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dit is wat er gebeurde bij Pinksteren. Dat die belofte vervuld werd en dat God zijn geest gaf. En het mooie daarvan vind ik altijd dat je dan ziet dat ze veranderden. Je had die discipelen die dan jarenlang met Jezus optrokken. Jezus, God die mens werd, daar mag je mee optrekken. En vervolgens zie je dat al die gasten eigenlijk best wel lopen te klungelen. Omdat het niet altijd heel erg succesvol is. En dat ze best wel moeite hebben om Jezus soms te snappen en te volgen. En dat ze moeite hebben om te begrijpen waar het echt om gaat. En zelfs op het moment dat het dan spannend wordt bij de discipelen, dat Jezus die hele weg gaat richting het kruis, waar eigenlijk Jezus naar die climax gaat en eigenlijk de weg vrij gaat maken tussen de mens en de Vader, dan zie je dat ze ermee worstelen, dat ze Jezus in de steek laten, dat ze eigenlijk niet begrijpen waar het over gaat. En dan naar Pinksteren, dan zie je eigenlijk ineens een hele andere groep mensen ontstaan. Dan zie je ineens vrijmoedigheid. Eerst verloochenden ze Jezus, maar dan zie je ineens mannen die vrijmoedig staan. Je ziet dat ze zelfs offers durven te brengen. Ik had tijd,
toekomst, maar ook met risico van eigen leven. Je ziet dat ze ineens vrijmoedig en krachtig worden, dat ze gewoon opstaan en gaan preken, terwijl heel veel mensen tegen zijn. En je ziet ook dat er ineens dingen gebeuren. Je leest over verhalen, ze lopen langs mensen en hun schaduw die valt op mensen en mensen die genezen. Er gebeuren gewoon wonderen en tekenen en die volgen hen. De Heilige Geest is de factor in hun leven waardoor het echt anders wordt. Het is eigenlijk de factor waardoor ze echt tot leven komen. Waar je ineens mensen ziet staan die echt een impact hebben op hun omgeving. Die ineens weten, hier leef ik voor. Hier ga ik voor. Dit is wat ik belangrijk vind in mijn leven. Dit is wat ik prioriteit vind. Het zijn mannen geworden die ineens vol kracht zijn. Die niet meer bang zijn. Als iemand zegt, hey, je hoort toch bij Jezus? En dan zegt, nee, nooit gehoord. Nee, ze durven gewoon op te staan en op die zeepkist te staan. En te getuigen van hun geloof. Het is de Geest die hen verandert. Het is de Geest die hen leven geeft. Het is de Geest die kracht geeft, die vrijmoedigheid geeft. En ergens geloof ik dat het ook voor ons zo ontzettend belangrijk is. Dat dit ook hetgeen is wat wij als gemeente nodig hebben. We kunnen de meest geweldige ideeën hebben. En die hebben we ook. We hebben een hele lijst met goede ideeën. En zijn met heel veel goede dingen bezig. En er zijn ook heel veel goede dingen die gaan we dinsdagavond vertellen. Daarom zei Daniel ook van, joh, kom alsjeblieft luisteren. Maar zonder de Heilige Geest is het mensenwerk, is het goed, maar krachteloos, is het interessant, maar misschien levensveranderend. Het is de Heilige Geest die op ons komt ten behoeve van de ander en in ons komt ten behoeve van onszelf. Het is de Heilige Geest die ons leidt, die ons verder wil brengen, ook als gemeente. En daarom hebben we de Heilige Geest ook zo nodig. Het is zo belangrijk. En ergens zouden we er misschien wel dag en nacht om moeten vragen. Om die nieuwe uitstorting van de Heilige Geest onder ons. Dat God opnieuw komt en ons gewoon helemaal vult met zijn geest. Dat hij ons diep, diep van binnen aanraakt. Dat we eigenlijk net zo worden als die eerste discipelen. Mannen, vrouwen, kinderen, jeugd, tieners. Die krachtig zijn in het geloof, omdat de geest op ons rust. Ik geloof dat de Heilige Geest ons leven wil geven. Persoonlijk, ieder persoonlijk. Maar ook als gemeente, dat het de Heilige Geest is die diep in ons wil werken en ons nieuw leven wil geven als gemeente, maar die ook ons opnieuw vrucht wil laten dragen als gemeente. En dat is ook wat je zo ziet in die belofte van Jesaja. En dan vind ik het ook zo'n geweldige belofte die God gaf jaren van tevoren. En dat hij dan spreekt over leven, over vrucht dragen en dat hij ook spreekt over water. En dat is het mooie van water. En ik had eigenlijk een voorbeeld verzonnen om te delen. Maar eigenlijk deelde Carline al heel veel vanochtend. En dat hadden we niet afgesproken dit keer. Dus voor iedereen denkt, dit is natuurlijk allemaal afgestemd en afgesproken, helemaal niet. Maar eigenlijk is het een prachtig voorbeeld van wat water doet. We hebben echt een geweldige tuin. Maar dat komt echt door zon en regen. Weet je, niet door onze groene vingers. Weet je, en ook die plant, weet je, dat is een mooi voorbeeld van wat water doet. Water komt op iets wat schijnbaar dood lijkt en het komt tot leven. En dat vind ik altijd zo mooi. Weet je, water geeft leven. En dat zie je ook hier in het stukje. Waar Jesaja zegt op een gegeven moment, zij zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan waterstromen. Een beeld van leven. Als God water geeft, als God zijn geest geeft, dan ontstaat er leven. Als de geest op droge grond komt, dan is het net zoals water. Dan ontspruiten dingen, dan komen dingen tot bloei, tot groei. Leven ontstaat als je vervuld wordt met de Heilige Geest. Een ander voorbeeld is ook dat water eigenlijk verfrist en verkwikt. Het lest dorst. Droogte veroorzaakt dorst. En je zou het haast nu niet meer kunnen voorstellen, maar we hebben een aantal hittegolven gehad de afgelopen jaren. En toen was het extreem warm. En in zo'n periode van enorme hitte, dan leer je altijd weer kennen wat dorst is. Toch? En we hebben nou 3 keer een hittegolf op een rij gehad. En het afgelopen jaar, dat was de 3e keer, toen dacht ik, ik ga de tuin opnieuw bestraten. Ja, ik had kunnen leren van die eerste 2 hittegolven. Van joh, je kan beter helemaal niks doen. Weet je? Ga liggen op een matje in de schaduw. Weet je, en kom er weer vanaf om 1 uur of 10 s'avonds. Als het een beetje draaglijk wordt. Maar ik had besloten om de tuin opnieuw te gaan bestraten. Nou, weet je. En ik kan je vertellen, dat was niet wijs en ook geen succes.
Ik dacht echt dat ik dood ging. Dood van de zon, maar ook dood van de droogte. Het was echt heel zwaar. En op een gegeven moment had ik zoveel zweet, dat is echt een heel vies verhaal, dat die laag zand bijna modder werd. Weet je? Dat het een soort woeste modderstroom werd, waar ik dan die tegels in moest leggen. Het was echt afzien. Weet je? Hitte geeft dorst. Maar water lest dorst. En als we dan kijken naar de psalmen, dan zie je ook dat ze daarin daar uiting aan willen geven. Dan zie je dat als het droog en door is, als je dorst hebt, dat je juist verlangt. Hè? Zoals we als mensen verlangen naar water, dat je ook mag verlangen naar God. En in de psalmen zie je dat eigenlijk meerdere uitroepen staan, waarin mensen eigenlijk hun verlangen ook naar God uiten. Zo staat er in Psalm 42, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En in een ander psalm, mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land door en dorstig zonder water. Krachtige omschrijvingen van die psalmist die eigenlijk het uitschreeuwt naar God. Ik heb dorst, ik verlang naar u. Die ook die koppeling legt tussen droogte en doorheid en dorst die dat teweeg kan geven naar het verlangen naar God. Verlangen naar God. Dat is ook de essentie geweest van de afgelopen maanden. Verlangen naar God. En daar kunnen we heel veel over praten, dat hebben we ook gedaan. Maar ten diepste ligt het bij jou. Heb jij een verlangen naar God? Zit het in jou? Heb je dorst naar God? En schreeuw je het uit, eigenlijk net zoals deze psalmist, dat je zegt, mijn ziel schreeuwt tot u, o God. Weet je, mijn lichaam die verlangt naar u, zoals is een door en dorstig land zonder water. En dan is het zo mooi dat God het verlangen ook wil vervullen. Ook voor ons. En het is Jezus zelf die op een gegeven moment ook als antwoord eigenlijk op deze oud-testamentische beloftes en oud-testamentische verlangens eigenlijk ook aangeeft. En zegt, joh, het is bij mij te vinden. En dan zegt Jezus, op de laatste dag van de grote dag van het feest, toen stond Jezus daar en hij riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de Heilige Geest, die zij die in hem zouden geloven, ontvangen zouden. Want op dat moment was de Heilige Geest er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Als je dorst hebt, dan moet je bij Jezus zijn. Als je dorst hebt, dan mag je bij hem komen. En dan is daar ook die belofte weer. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Pinkster is geweest, de belofte is vervuld en het is nu voor iedereen beschikbaar. Weet je, en als jij hier bent, als je thuis bent en je hebt dat verlangen in je leven, als je dorst hebt naar de levende God, dan wil God die vervulling ook in jouw leven geven. Dan is de belofte daar dat hij zijn geest wil geven, zoals water, die hij uit wil gieten op droge, dorstige grond. Dat hij stromen wil geven van zijn zegen. Dat hij zijn geest wil uitgieten over jou, in jou. Niet weinig, maar overvloedig. En als de Heilige Geest jouw leven aanraakt, dan is het zoals bij de eerste discipelen. Je zal de kracht van de Heilige Geest ontvangen en daardoor zal je getuige zijn. Het maakt jou vol van hem. En daar begint het mee. Het maakt jou vol van hem. Het verandert jou van binnenuit, zodat je uiteindelijk vruchten gaat voortbrengen. En dan geeft het je vrijmoedigheid, waarin het je eigenlijk in staat stelt om de ander te dienen, of de ander tot zegen te zijn. Het vult dan je hart vol met liefde en compassie voor de anderen, voor de wereld om je heen, waaruit je kan delen. En dan stelt het je in staat om een levende getuige te zijn van hem. Het verfrist jou, het bouwt jou op, en dan stroomt het vanuit jou over naar de ander. En hoe zit het dan bij ons? Verlangen wij als gemeente, verlang je persoonlijk, naar meer van de Heilige Geest in jouw leven? Verlang jij naar meer? Verlang jij naar de Heilige Geest? Heb jij dorst naar hem? Heb je een soort honger naar meer van God? Of niet? Weet je, en daar draait het eigenlijk om in al deze Bijbelteksten. Dorst, verlangen. En dan denk je, oh, oké.
dan ga ik daarvoor bidden en dan vraag je aan God, wilt u mij een verlangen geven? Toch? Ik weet niet of jullie dat wel zelf gebeden hebben, dat gebed. Vader, geef mij verlangen naar u of geef mij dorst naar u. Of misschien heb je het wel eens voor een ander gebeden. En ik heb dat heel vaak voor andere mensen mogen bidden. En het is eigenlijk niet echt een verkeerd gebed. Dat ik dat zou zeggen, dat zou natuurlijk heel gek zijn. Weet je, maar het is ook niet echt een heel effectief gebed. Om te bidden om verlangen, te bidden om dorst. Omdat juist, nee, natuurlijk je mag bidden, maar het is niet heel effectief. Want als je deze versen, die we eigenlijk vanochtend allemaal gelezen hebben, allemaal op een rijtje zet, dan is eigenlijk dat hele idee van dorst, verlangen, juist iets wat bij ons als mens ligt. En niet bij God. Weet je, het ligt bij ons of wij dorst hebben, ja of nee. Het ligt bij ons of wij verlangen hebben, ja of nee. En ergens het verlangen afschuiven op God, voelt ook een beetje als je eigen verantwoordelijkheid afschuiven naar God. En dan vragen aan God, wilt u dat dan doen? Terwijl je eigenlijk beter is naar jezelf mag kijken en je eigen verantwoording daarin mag nemen. En gewoon eens bij jezelf kijken, heb ik dorst? Ben ik droog? Heb ik verlangen? Of heb ik dat helemaal niet? En moet je dan niet je eigen verlangen juist aanwakkeren? Of misschien gewoon beschermen? Want als je dan kijkt naar ons mensen in Nederland, dan zie je eigenlijk dat wij in Nederland zo'n beetje overvloed hebben aan alles. Toch, je kan je leven heel goed vullen met van alles en nog wat. Goede dingen, slechte dingen, interessante dingen, zonde. Je kan je leven volop vullen. Materiële dingen, amusant, plezier, 1001 tijdsbestedingen. Zelfs in deze coronatijd heeft de overheid cursussen gratis tot beschikking gesteld. Je kan echt per dag, gewoon echt, terwijl je 24 uur in een dag hebt, kan je gerust 100 uur cursus volgen, betaald door de overheid. Weet je, je kan je leven vullen met alles. Goede dingen of slechte dingen. En soms hebben we ook wel eens een overvloed aan zorgen, of verplichtingen of volle agenda's. Weet je, er is heel veel. En de vraag is, wat verzadigt jou dan? Waar vul jij je leven mee? Want er zijn zoveel dingen die je kunnen verzadigen. En wat mij altijd helpt is een tekst uit Spreuken. En daar staat, iemand die verzadigd is, die vertrapt honingzeem. Of in een wat normalere tekst, wie genoeg te eten heeft, veracht de zoetste honing. En ik vind dat echt een geweldig principe. Het principe is eigenlijk in eenvoudige woorden, als je vol zit, heb je geen honger meer. Zoals die hier zit, als je verzadigd bent, dan heb je zelfs geen trek in honing. Nou is het honing van toen, dat zal wel denk ik het kebab zijn van nu, weet je. Of het Chinese eten van nu, weet je. Iets wat natuurlijk super lekker is. Of voor de vegan mensen sla, weet je. Goed, als je verzadigd bent, dan heb je geen trek meer in de beste dingen. En ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik had dat eerst altijd op mijn werk. Heel veel borrels. En als je mij een borrel geeft om 5 uur 's middags, dan doe ik wel mee met de bitterballen, de garnituur. En de kaas of vlees, weet je. En dan had je dat, hè. Dan heb je enorme honger als man. Misschien heb je het ook als vrouw. Weet je? En dan heb je zo'n borrel en dan eet je zo, weet je. Nou, en dat vult dan. En dan ging ik naar huis en dan zat ik aan tafel. En het was niet zo dat ik het eten niet veracht, dat ik dat veracht, helemaal niet. En het was heel lekker, maar ik was verzadigd, ik zat vol, toch? En om dan nog een heel bord leeg te eten, is best moeilijk. Best een uitdaging, toch? Dan ben je verzadigd. Omdat je al jezelf vol hebt gestopt met andere dingen. En vroeger ging ik wel eens naar een cursus en dan gingen we naar een hotel. Dat hotel was echt briljant. En daar begon je 's ochtends met een ontbijt. Met een persoonlijke kok die alles voor je klaarmaakte wat je wilde. En om 11 uur had je het taartenbuffet. Om 1 uur had je de lunch. Met die persoonlijke kok die alles klaar kon maken wat jij maar wilde. Om 3 uur had je het snoepbuffet. Als je suikerspiegel een beetje naar beneden zakte om je weer op te peppen. Om 5 uur had je het snackbuffet. En om 7 uur ging er een sterrenkok voor je koken. Ja, ik had geen honger. Weet je? En die man deed echt zijn best. Maar ik zat vol. Weet je? En ergens is dat het principe wat hier in Spreuken gezegd wordt.
Weet je, waar verzadig je mee? Als jij je leven verzadigt met dingen, dan zou het best kunnen betekenen dat je geen trek meer hebt in wat echt kwalitatief goed is. En die waarheid die geldt ook voor ons in ons leven. Als jij je verzadigt met allemaal zaken die in het leven spelen, die misschien belangrijk kunnen zijn, of mooi kunnen zijn, of misschien helemaal niet goed zijn, en waar je echt mee af moet rekenen. Maar als jij je leven vult met alles, volop carrière, volop politiek, volop amusement, volop invullingen, en je zit barstend vol, en het gaat er niet om dat het allemaal per definitie verkeerde dingen zijn, het kunnen echt goede dingen zijn, maar als jij je leven helemaal verzadigt, dan kan het zijn dat je vol zit, en dat je eigenlijk helemaal geen behoefte hebt, geen verlangen meer in jezelf ziet naar God. Dat je ziel verzadigd is. En eigenlijk er geen plek en ruimte meer is voor God. Dat eigenlijk je leven vol zit met andere dingen en dat je eigenlijk geen verlangen hebt naar God. Je bent al verzadigd. En als jij bij jezelf merkt dat je weinig verlangen hebt, of dat je denkt, ja, die hele preekserie is echt helemaal langs me heen gegaan, weet je, kijk eens eerlijk in die spiegel. Hoe zit het met jouw dorst? Hoe zit het met jouw honger? Hoe zit het met jouw verlangen naar God? Waar sta jij? Persoonlijk moet ik het beschermen. Er zijn genoeg dingen die ik beren interessant vind, waar ik me echt mee kan vullen. Als laatste in Nederland zijn wij overgegaan op Netflix. En ja, dat is ook zoiets. Weet je, er gaat weer een wereld voor in je open. Ja, iedereen denkt, jeetje, dat hadden wij 10 jaar geleden al. Maar er ging een wereld voor mij open. Weet je? En dan kan je je helemaal laten verzadigen door Netflix. Er zijn tientallen goede series, tenminste die ik dan goed vind, die je zou kunnen volgen. Terwijl je misschien ook beter je tijd kan spenderen ook aan God. Ook Bijbel lezen, bidden. Toch, ik moet mezelf beschermen voor zulke soort dingen, om daar niet in op te gaan. Waar vul jij je ziel mee? Wat stop jij erin? Want waar je je mee voedt, daar ga je op een gegeven moment ook steeds meer honger naar krijgen. Toch? Dat is in het natuurlijke zo. Waar jij je leven mee voedt, daar krijg je steeds meer honger naar. Onze ziel die verlangt ernaar wat je erin stopt. Maar het punt is ook dat je verzadigd raakt met hetgeen waar je zelf mee voedt. En daarom is het belangrijk om te beseffen dat wij degene zijn die bepalen of je verlangen hebt, of je dorst of honger hebt naar God. Weet je, de bal ligt in eerste instantie bij jou. Waar wil jij je mee voeden? De sleutels om te verlangen naar God liggen in eerste instantie in je eigen handen. Weet je, en dan is die uitnodiging er steeds weer. Dat Jezus zegt, maar als jij dorst hebt, weet je, kom bij mij drinken. En ik wil je de geest geven. Ik wil je de Heilige Geest geven. Die belofte die blijft er elke keer weer liggen. En als we dan kijken naar het leven van de discipelen, dan zie je eigenlijk dat daar iets heel anders dan plaatsvindt. Je had dan die eerste moment op Pinksteren dat ze dan gedoopt zijn met die Heilige Geest. En daarna zie je echt een krachtige groep mannen. Geweldige uitstorting, geweldige impact. De kerk die ontstaat, de kerk die groeit. Je ziet vrijmoedigheid, mensen komen erbij. Wonderen gebeuren er, mensen die staan op uit de dood. Het is echt, echt geweldig. En de hele maatschappij, die wordt erdoor aangeraakt. En op een gegeven moment, dan zie je dat ze een wonder verrichten bij een kreupele man. En dan wordt iedereen wakker. En het resultaat is dat ze dan gearresteerd worden, opgepakt worden, ondervraagd worden, vervolgd worden en uiteindelijk ook weer vrijgelaten worden. En wat je dan ziet, in Handelingen 4 vers 31, dat ze besluiten om een gebedsbijeenkomst te plannen. En daar staat dan, en toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord met vrijmoedigheid. De Heilige Geest komt weer. Weet je, ze waren vol, maar toch zie je elke keer weer opnieuw dat ze ruimte geven aan de Heilige Geest en dat ze weer opnieuw gevuld worden met de Heilige Geest. En dat is zo'n mooi getuigenis, als je het hele boek Handelingen ook doorleest, dat het dus niet een gepasseerd station is. Het is niet, je wordt 1 keer gedoopt met de Heilige Geest en that's it. Nee, weet je, je mag gedoopt worden met de Heilige Geest, maar daarna heb je elke keer weer opnieuw dat je die vervulling met de Heilige Geest mag krijgen. Dat je elke keer weer opnieuw je handen mag openen. Dat je bij Jezus mag komen en zeggen, ja, ik verlang naar meer van de Geest.
Ik verlang naar een nieuwe aanraking met de Heilige Geest. En dan was de vraag, hoe weet je dan dat je vol bent? Om in termen van water te blijven, je weet dat een glas pas helemaal vol is als het overstroomt. Toch? Wij hebben thuis die gewoonte dat sommigen dat leuk vinden van ons, om zoveel mogelijk drinken in een glas te doen en dan overstroomt het. Dagelijks. Maar dan weet je, het is echt vol. Meer dan dit gaat het niet worden. En dat is eigenlijk ook het beeld wat elke hier gezegd wordt. Stromen van levend water. Weet je, wanneer ben je helemaal vol met de Heilige Geest? Als het uit jou stroomt naar de ander. Als je overstroomt. Of met woorden van Jezus te spreken. Die stromen van levend water die uit het binnenste van je zullen vloeien. Petrus was helemaal vol op die eerste Pinksterdag. Maar Petrus had het nodig om ook naast Handelingen 2, in Handelingen 4, weer opnieuw vervuld te worden met de Heilige Geest. En dat geldt eigenlijk ook voor ons. We mogen elke keer weer ruimte geven aan de Heilige Geest. En hem ruimte geven om ons te laten vullen, zodat we overstromen naar de ander. En daar wil ik eigenlijk mee eindigen. Verlangen wij naar meer? En willen wij zo'n leven waar Jezus op wees? Jezus die ging staan en zegt, ieder die bij mij komt die dorst heeft, die wil ik vullen met mijn Heilige Geest. Dat stromen uit hem zullen komen. Dat verlangen, wil je dat? Jezus wil geven, want die belofte geldt ook vandaag. Dat hij zijn geest wil schenken aan ieder die daarnaar verlangt. En daar zou ik graag voor willen bidden. Voor ons persoonlijk en ook voor ons als gemeente. En omdat de helft hier is en de helft thuis is, doen we dat gewoon in het algemeen. Maar tegelijkertijd is daar ook de ruimte voor straks, als je hier bent of als je misschien wil bellen, om gewoon een van ons te bellen en daarin ook persoonlijk gebed voor te laten vragen. Handoplegging is misschien lastig in deze tijd, maar we geloven dat ook nu de Heilige Geest wil werken. En heb je dat diepe verlangen, dan wil ik je ook uitdagen om de tijd te nemen straks om voor je te laten bidden. Hier of via de telefoon of op wat voor manier dan ook. Maar nu zou ik graag willen bidden. Gewoon in het algemeen voor iedereen. En ik zou zeggen, ga staan en open je handen. En laten we ook gewoon de Heilige Geest nogmaals de ruimte geven om door ons heen te werken en op ons te komen. Ja, Vader, dank u wel. Heer, dank u wel voor die geweldige belofte die u deed. Heer, die geweldige aanloop die u nam, Heer, in het Oude Testament. Om te spreken, Heer, over dat geweldige moment in de geschiedenis, Heer, dat u uw Heilige Geest kon geven. Heer, dank u wel, Heer, dat u dat zo diep in uw hart had, Heer. Om uw Heilige Geest uit te storten, Heer, op ons leven. Heer, op uw volk. Heer, dat verlangen, Heer, dat u had, Heer, eeuwen van tevoren. Heer, om die deur open te zetten, Heer, naar het werk van uw Geest. Heer, dat alles in gereedheid gebracht moest worden. Heer, dat het kruis, Heer, moest plaatsvinden. Heer, dat vergeving van zonde moest plaatsvinden. Heer, dat we eigenlijk moesten komen in die relatie met u. Heer, dat u de weg opende, dat we uw kinderen konden worden. En dat u toen kon komen, Heer, met die belofte van uw geest. Heer, u die in ons woont. Heer, u die op ons komt met uw kracht. Heer, u die ons vrijmoedigheid geeft. Heer, u die met uw Heilige Geest komt in die enorme rijkwijde. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, daar willen we voor eren. Heer, en tegelijkertijd willen we ook zo bij u komen en zeggen, ja, Vader, we verlangen naar meer. Heer, we verlangen naar meer in deze gemeente. Heer, we verlangen meer in onze eigen levens. Heer, we verlangen meer naar het zichtbaar worden van uw geest. Heer, in ieder van ons. Heer, in jong en oud. Heer, we verlangen ernaar, Heer, die woorden, Heer, dat jongeren dromen zullen krijgen en ouderen. Heer, dat mensen profetieën zullen krijgen, dat mensen zullen uitstappen. Heer, we verlangen ernaar, Heer, naar die vrijmoedigheid om te getuigen. Heer, om een krachtige kerk te zijn in deze tijd. Heer, een levend getuigenis te hebben naar de wereld om ons heen. Heer, we verlangen er zo naar, Heer. Heer, dat we lijken op de discipelen, Heer, dat er geweldige dingen gebeuren, omdat u werkt met uw geest krachtig in ons. Heer, en willen we ons zo openen voor u? Wilt u uw Heilige Geest opnieuw uitstorten over ons, Heer, overvloedig. Heer, wilt u ons volmaken, Heer, met uw geest. Heer, dat het overstroomt naar de ander. Heer, dat we overstromen in liefde voor elkaar. Heer, in dienstbetoon voor elkaar. Heer, dat we overstromen naar de wereld, Heer, in ons getuigenis. En Heilige Geest, we nodigen u zo uit om te komen. Heer, in de honger die we hebben, of de dorst die we hebben, het verlangen die we hebben. Heer, we hebben maanden tegen u gezegd, Heer, dat we verlangen naar u. Heer, we willen u zo de ruimte geven, Heer, om ook vandaag, Heer, ons opnieuw te vullen. De Heilige Geest
Wilt u zo in ons werken? En ook als er zo obstakels zijn in ons leven, dingen die misschien in de weg staan. Heer, als we ons verzadigd hebben met zaken die niet goed zijn. Heer, als we daar ons van moeten afkeren of misschien gewoon moeten bekeren. Als het zonde is geweest en het misschien moeten aanspreken en ons van moeten bekeren. Heer, dan Heilige Geest, dan wil ik ook zo bidden. Heer, wilt u dat spreken? Op dit moment, Heer, in de gedachten van een ieder. Heer, dat wat opgeruimd moet worden. Of daar waar we mee moeten breken. Of dat waar we misschien een tijdsgrens op moeten zetten. Heer, of dat wat ons misschien verzadigt, Heer. Heer, misschien zijn het goede dingen, Heer, die ons klem zetten. Heer, en ons verlangen naar u gewoon verminderen. Heer, wilt u daarin spreken? Heer, dat we u volop de ruimte kunnen geven. Heer, om door ons heen te werken. Heer, dat we elke dag opnieuw verlangen naar u. Heilige Geest, wilt u ook ons daarin leiden? Heilige Geest, vul ons zo. Heer, bekrachtig ons zo. En mogen we zo een zegen zijn in de naam van Jezus voor elkaar. Heer, dat wil ik zo bidden in de naam van Jezus. Amen.